In Harlingen komen steeds meer historische reclameschilderingen terug op de gevels van de binnenstad. Waar je tegenwoordig voor een reclameuiting in elke gemeente 15 formulieren moet invullen en moet voldoen aan het reclamebeleid van de plaatselijke overheid, lukt het de vereniging Oud-Harlingen om steeds weer toestemming te krijgen voor de reconstructie van die voorlopers van de neonreclame. Decoratieschilder Klaas Postuma van Galerie Atelier Acanthus bracht aan de hand van oude foto's alweer 8 tekens aan de wand terug in het stadsbeeld. De afgelopen week verscheen er een muurschildering op de zijgevel van een winkelpand aan de Kleine Voorstraat Hoek Heiligeweg. Tot 1976 was daar de drogisterij van Ted van den Berg gevestigd. De gereconstrueerde wandschildering herinnert aan die periode.